Oké, het is 4 uur volgens mijn klokje. We gaan beginnen met de 5G Masterclass van 5 Groningen. Iedereen hartelijk welkom bij deze digitale Masterclass in een serie van Masterclasses die wij als 5 Groningen doen. Mijn naam is Peter Raken. Ik ben programmamanager van het 5 Groningen programma. En zoals de meeste van jullie weten, hebben wij een 5G programma waarin we ook een 5G proeftuin exploiteren, waarin we allerlei gave innovaties ontwikkelen met bedrijven en organisaties uit Noord-Nederland. Vandaag gaat het over de impact van 5G. En deze masterclass wordt helemaal verzorgd door collega's van TNO. We zullen straks aan het woord laten Adrian Pijs, Matthijs Vonder, Lucia Dacunto en Evert van den Akker. En ze zullen jullie ieder bijpraten over hun eigen onderwerp. Even een paar dingen van huishoudelijke aard. Wij zullen jullie de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Dat doen we via de chatfunctie. En de chatfunctie kun je openen door rechts onderin op het paarse pijltje te klikken. Dan opent zich een scherm waarin je chatvragen kunt stellen. Aan het eind van elk deel van de presentator kun je die vragen stellen. Ga ik ze behandelen en gaan we ook proberen die vragen te beantwoorden. Ook zal er na het einde van elke spreker een soort polvraag komen waarop jullie mogen reageren. Dus dat wordt dan voor het scherm gezet en dan kunnen we even een soort mini-enquête doen over het onderwerp. Dan kunnen we ook even kijken hoe jullie over bepaalde zaken denken. En ik wil jullie ook meegeven dat een deel van de sprekers in het Engels zal presenteren en een deel zal in het Nederlands zijn. Je mag je vragen allemaal wel in het Nederlands stellen, dat is geen probleem. Het laatste wat ik jullie wil vragen is de volgende masterclass, die zal worden voorbereid door een aantal studenten van de Hans Hogeschool. En die willen heel graag een soort enquête doen onder de doelgroep om te kijken hoe zij hun masterclass optimaal kunnen voorbereiden. Dus wij willen heel graag jullie medewerking vragen aan een enquête die de studenten hebben voorbereid. En die enquête krijgen jullie per mail toegezonden samen met de link naar de opnames van deze masterclass en de presentaties. Dat was het wat mij betreft. Ik wil overgaan tot de introductie van onze eerste spreker, Adrian Pijs. Senior Telecom Consultant bij TNO en ook projectmanager voor TNO in het 5 Groningen programma. Adrian, the floor is yours. Okay, thank you, Peter. I think we have the slides coming up. Thanks. So it's a pleasure to be able to present to you today together with my TNO colleagues about our activities in 5G and more specifically in 5 Groningen. If you could please go to the next slide. Just to give you a background about TNO, I'm sure that most of you are fully aware of TNO, but we have a number of focus areas and we're present throughout the Netherlands. Some of these focus areas are shown over here on this page. So artificial intelligence, that's quite an important area right now. Energy, defense, buildings, the circular economy, industry, even agriculture would fit in somewhere over here. My colleagues and I come from the Information Communication Technology Unit, but what we are seeing, especially in relation to 5G, is that ICT has a very big role to play in all of these areas. And essentially, that's what also 5 Groningen is about. 5 Groningen is about creating value in various areas, in various sectors with 5G. Next slide, please. Okay, so assuming that most of you know and have a background to 5 Groningen, 5 Groningen is a consortium essentially, and we have some major stakeholders in the telecom industry involved. But what I've tried to do in this slide is to really show what TNO's contribution is, and there are these six blocks here. Essentially, TNO's role is, and our motto is innovation for life. So we are a partner in innovation in the Netherlands. We try to help companies and government and organizations to become more innovative with respect to 5G, to help them in their innovation ambitions in 5G in this case. And we want to be ahead in terms of our knowledge, and that's why we have various research and development
projects in relation to 5G. We also have tools. So we have a state-of-the-art 5G platform, which I will go into in a moment. We have for many years contributed to the 5G standards. Our colleague Jose and before him Tone were chairman of the 3GPP group that defined the very requirements for 5G. And apart from this, we are involved in building all kinds of research consortia and providing technical advice in relation to the 5G infrastructure, which is being built in Groningen. So next slide, please. This slide here, I've tried to show that 5G standardization happens in phases. It's progressive, actually. It's not that there's just one 5G standard and that's available at a certain point in time. There's new functionality which is being developed in the standard. But the key aspect is that the 5G features become commercially available approximately 2 years after standardization in equipment. And from the time that the standardization or the specification is finalized until when it becomes available, there is time to, or a period of time, to actually do some testing so that companies can actually get a lead in terms of offering applications and services. And it's during this period, really, that TNO can assist companies and the industry to get a step ahead. Next slide, please. So trials, trials, and trials. And I think this is a key differentiator between 5G and 4G. Whereas 4G was very much about increasing data, increasing speed, 5G will really transform different sectors. And in order to tap the full potential of 5G, we need to examine as an ecosystem with different partners in different industries and in different applications, what 5G can actually mean. And this means doing lots of trials to see not only what the technology can achieve or what applications can achieve, but also how the ecosystem would actually work. And so TNO's strategy there is as much as possible to try to work together with our partners and with our with stakeholders in different sectors. Next slide, please. So over the last few years, we have built up some test infrastructure. And through this test infrastructure, we hope to offer to the Netherlands and to Europe, actually, a suite of different technologies through which companies can do tests in 5G, both technical tests, but also on the application side. And therefore, you see all kinds of logos over here. Some of these logos are actually technology related. So you can see at the bottom over here, we have Fraunhofer, Amarisoft, and Open 5G Core. We actually have three different core networks, 5G core networks, standalone, up and running at the moment. So this allows us to test different functionalities, different implementations of 5G. We are present in, as you know, 5 Groningen, of course. We have a facility also in The Hague. There's a new facility opened in the Delft IoT Field Lab that you can see at the bottom left-hand side corner. And then in Helmond, Helmond is our focus area essentially for autonomous driving and mobility. Next slide, please. One of our proud achievements was the launch of a test network, what's known as a standalone network for those of you who are familiar with 5G. And essentially what this is it's a sort of fully fledged 5G test network using both 5G radio and 5G core. And the unique aspect of the network is our core network is open source. So that allows us to actually do all kinds of innovation
innovations in the core, for example, with slicing to test applications. Another aspect, the fourth bullet here, is 5G as a service. This is a concept. It's not only a concept, it's actually something which we've implemented. And this is a platform to enable third parties to have simplified access to our network. So you have some templates, essentially. And for example, if you want to set up a media service somewhere, you can, via this template, maybe in a very simple way, say, okay, I need this much of bandwidth, this much of speed for this many users in this area, and then this will be fed through to the network, and the network will configure a slice for you. Next slide, please. And as I said, we are working in a number of different sectors. Some of them we are quite advanced in, I would say. We are very active in. Others we are exploring. To give you a flavor, in automotive, we have the 5G Mobix project going on in Helmond, where we are looking at autonomous driving together with various partners. Another area is railway communication, where we are working together with ProRail in defining a 5G agenda with them and also for the rail industry. And no doubt there will be more and more trials coming in that sector, because the railway sector has really adopted 5G as a technology for the future railway mobile communication system. Next slide, please. So a number of other sectors here, but I won't go into all of them seeing the time. What I do want to say is we have chosen in this webinar to focus on two sectors to give you a flavor of how we work together with our partners to further advance their ambitions with respect to 5G in these sectors. The first is related to media, and the second one is related to medical applications, in fact, with the ambulance Zorg Groningen. And with that, I think that's my presentation as a quick introduction to TNO. Dankjewel, Adrian, voor deze duidelijke introductie. Ik zie dat er nog geen vragen zijn, maar dat is geen probleem. We hebben aan het eind van de sessie ook nog vragen. Maar je hebt wel een vraag aan het publiek en die staat nu voor. Dus het zou mooi zijn als iedereen ook even wil reageren op de voorgelegde stelling. Dan kunnen we even kijken wat daar de beelden zijn bij het publiek. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen wel geantwoord hebben. Kunnen wij de resultaten ook zien nu met z'n allen? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En ik kijk even naar de moderator of die dat op het scherm kan zetten. Ik denk dat het weer op knopjes gedrukt dat die weg is. Bij de volgende keer laten we ze in beeld zien. Maar het was met name ja. Het was met name ja. Oké. Okay. Adrian, wou je daar nog een kanttekening bij zetten? Of ben je alleen maar blij dat het vooral jaartjes zijn? Ja, dat had ik verwacht ook. Dus is goed. Ik ben benieuwd hoeveel ja zijn. Vooral voor de nee, voor de mensen die nee hebben gezegd. Ik ben benieuwd waarom. Maar goed. Oké. Okay. Nou, Arnold die heeft volgens mij gezien dat de 67 mee eens zijn. Dat is volgens mij zo'n beetje iedereen. Dus dat is helemaal goed. En de nee-stemmers mogen straks, als ze willen, nog een vraag stellen. Goed, we gaan verder met de volgende spreker. Dat is Matthijs Vonder. Senior Research Scientist bij TNO, met een focus op 5G in landbouw en in de gezondheidszorg. En Matthijs gaat ons meenemen in het verhaal over de 5G-experimenten op het gebied van gezondheidszorg. Matthijs, ga je gang. Ja, Peter, dankjewel daarvoor. Als het goed is zijn mijn slides te zien nu. Ik heb deze presentatie voorbereid, niet alleen, maar samen met... Dan met mijn collega Marie-Paulien Raukens van de Ambulancezorg Groningen. En samen laten jullie zien wat wij tot nu toe hebben beleefd op het gebied van 5G en gezondheidszorg. Eerst wil ik jullie meenemen... Thijs, mag ik nog even één vraagje stellen? Je hebt dat blokje nog in beeld. Zou je die even naar buiten beeld willen zetten? Die van... Ja. Ja. Merci, dankjewel. Dankjewel.
Ik wil beginnen eigenlijk met een aantal ontwikkelingen en uitdagingen in de gezondheidszorg. En de meeste zijn wellicht al bekend, maar ik wil het toch even noemen. Wat we natuurlijk zien de laatste jaren is een toename van de vergrijzingen in Nederland. Met daaraan gekoppeld ook een groeiende zorgvraag. En dat zie je aan de rechterkant een mooi voorbeeld van RIVM, die aangeeft dat op verschillende vlakken is er echt een toename van een aantal zaken die zorg behoeven. Naast die groeiende zorgvraag richting ziekenhuis zie je ook een stuk wat dan heet extramuralisering. Wat wil zeggen dat mensen ook na de zorg in het ziekenhuis thuis verder gaan met hun herstel, waarbij dan ook weer ondersteuning nodig is van personeel. En aan de andere kant zien we dat mensen langer thuis wonen en waarbij ook weer thuiszorg nodig is om de mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Nou, met alles bij elkaar, de vergrijzing, de zorgvraag en extramuralisering, leidt ook tot een personeelstekort. Steeds minder mensen om te kunnen helpen in die zorg. En daarnaast zien we natuurlijk sinds begin dit jaar de uitbraak van de COVID-pandemie. En men verwacht ook dat na COVID wellicht ook nog andere vormen gaan komen. Dus ontzettend veel druk op de gezondheidszorg. En de uitdaging die bij geformuleerd wordt is eigenlijk, hoe kunnen we nou zorgen dat de performance minimaal behouden wordt, maar eigenlijk ook verbeterd wordt in een omgeving met een toenemende vraag en een afnemende personele capaciteit. Nou, dus dat is best wel een grote uitdaging. En vanuit de techniek van 5G zijn we gaan nadenken van, hey, hoe zouden we daar een bijdrage aan kunnen leveren? Wat je ziet, ja, is dat er al diverse toepassingsmogelijkheden worden onderzocht. Zo is men al in het verleden bezig geweest, de afgelopen periode, met wat dan heet logistieke zorgoplossingen. Kun je de attributen in een ziekenhuis, kun je denken aan bedden of infusen, ook volgen in een ziekenhuis, dat je weet waar ze zijn, dat je niet op zoek hoeft te gaan daarnaar. Een andere optie is het opereren op afstand. Als een bepaalde patiënt in een ziekenhuis is en de expert is in een ander ziekenhuis, kun je dan toch niet, dankzij de mogelijkheden van 5G, een operatie kunnen laten plaatsvinden met die moderne middelen. Onlangs is in Groningen een test geweest met een alarmknop voor mensen die langer thuis wonen. Is zeer positief ontvangen in het Groningse gebied. En verder is men ook druk bezig met wat er heet home care. Het zorgen dat de mensen die thuis wonen ook ontsloten worden richting zorgorganisaties. Zodat die beter de ondersteuning kunnen leveren bij de mensen die nog thuis wonen. Daaraan gekoppeld is ook de mensen niet alleen maar ontsluiten met die apparatuur thuis, maar ook zorgen dat de mensen die op bezoek komen bij die mensen die hulp nodig hebben, ook ruggespraak kunnen houden met een expert als dat nodig is. En dus dat ze bijvoorbeeld met videoondersteuning een arts mee kunnen laten kijken naar een specifieke patiënt of persoon die hulp dan nodig heeft. Nou, een vergelijkbare situatie hebben wij nu zelf onderzocht binnen de ambulancediensten. En daar zijn we gaan kijken van, hey, kun je de verpleegkundige op de ambulance ook laten ondersteunen door een medisch manager op afstand. Nou, wat het nou precies is, dat laatste, dat kan Marie-Pauline Raukens veel beter uitleggen. En daarvoor hebben we een filmpje gemaakt. Die zal ik even starten. Hallo, ik ben Pauline Raukens. Ik ben anesthesioloog intensivist. Dat wil zeggen dat ik werk op de intensive care, de operatiekamer en de eerste hulp. Ik heb dus een speciale interesse in spoedeisende geneeskunde. En in die hoedanigheid werk ik ook hier bij Ambulance Zorg Groningen, waar ik mij vooral bezig hou met onderwijs, onderzoek en het begeleiden van de ambulance. Ambulanceverpleegkundige in hun dossiervorming. Daarnaast ondersteun ik de medisch manager met zijn taken. Ambulancezorg Groningen verzorgt voor de veiligheidsregio Groningen het spoedvervoer. Dat binnenkomt via de meldkamer in Drachten of via op verzoek van de huisartsenposten tijdens of na kantooruren. Daarnaast verzorgen wij ook het zogenaamde interklinische transport. Dat betekent patiënten die vanuit de regio Groningen naar andere ziekenhuizen vervoerd moeten worden. Dat is natuurlijk in de coronatijd een hele actuele taak voor ons. En wij verzorgen een eigen opleiding voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeur. Dat doen wij ook in opdracht van andere ambulancediensten. Ook daar ben ik werkzaam. Wat ik voor 5G Hard doe is samen met mijn coworkers van TNO en de betrokken firma's Philips, Redzinc en Corpuls het onderzoeken van transmissie van data via 5G.
of deze snelle verbinding extra voordeel biedt voor ons en waar moet je dan aan denken? Op dit moment is het zo dat onze mensen, onze ploegen, bestaan uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Zij gaan naar een patiënt toe en werken daar in principe met z'n tweeën. Eventueel zouden ze nog via de meldkamer het mobiele medisch team, dus de helikopter en een tweede auto kunnen oproepen. Maar wat ook heel handig kan zijn, is overleg met de medisch manager die dienst doet om te kijken van, goh, wat kan ik nou betekenen voor deze patiënt en hoe krijg ik deze patiënt met de juiste zorg op de juiste plek. En kunnen we met 5G dan extra gegevens oversturen dan wat we nu al doen, zodat de medisch manager vanaf zijn laptop kan kijken, mee kan kijken naar wat onze teams aantreffen. Nou, en wat hebben we tot nu toe al gedaan aan dit onderzoek? We hebben in maart, vlak voordat corona toesloeg, hebben wij in de hal die u achter ons ziet een proef gedaan met onze eigen ambulanceteams. En die hebben wij uitgerust met de apparaten van de firma's die betrokken zijn bij deze test. U zult zien dat onze verpleegkundige en onze chauffeur een brilletje op hebben met een extra kijkertje aan de kant van de legger van de bril, waarmee zij dus beelden kunnen oversturen. Ze hebben het echo-apparaat bij zich en ze hebben een monitor bij zich waarin geïntegreerde beelden overgezonden kunnen worden. Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Dat je de juiste zorg op de juiste plek kunt krijgen voor de desbetreffende patiënt. Dat is natuurlijk een hele hippe kreet tegenwoordig. Maar vooral in een provincie als Groningen, waarin we toch nog wat afgelegen woongebieden hebben, je aanrijdtijd en je rijtijd mogelijk wat langer is, is het heel fijn als je vroegtijdig kan overleggen met een specialist die al je gegevens kan zien ter plekke. Dat is een prima ondersteuning voor onze ambulanceteams. En dat draagt echt bij aan de kwaliteit van zorg, is al uit onderzoek op andere plekken in de wereld gebleken. In Nederland zijn wij een van de weinigen die op dit moment daar onderzoek mee doen. U zult straks dia's zien waarin getoond wordt hoe wij daar bezig zijn geweest. En als u wil, kan ik dat dan ook nog toelichten als u daar vragen over heeft. Hallo. Je geluid staat nog niet aan, Matthijs. Nee, nog steeds niet. Ja, nu zie ik je komen. Nu wel, hè? Ja, nu wel. Ja, ik had net ook een technisch probleem. Daarom ging ik net ook even mis met die echo, omdat ik de mute aandeed en hij deed het niet goed. Maar goed, hij doet het nu weer. Marie-Pauline, dankjewel voor deze mooie introductie. Even terug naar de vraag die je ook in het filmpje stelde. Dat is eigenlijk, wat is nou de toegevoegde waarde van die real-time verbindingen, als die dan mogelijk worden met 5G? Wat zijn nou die toegevoegde waarden van die verbindingen voor het op afstand adviseren van zo'n ambulanceteam door zo'n medisch manager? Dus, hoe gaat het de ambulance die ze nou helpen? Nou, om die vraag te beantwoorden hebben we eigenlijk een aantal subvragen gesteld, geformuleerd. Bijvoorbeeld richting het werkproces, maar ook richting de techniek. Hoe kan de techniek daar dan maximaal bij helpen? Daarvoor is er een formulier opgesteld. En dat formulier hebben we gebruikt bij een aantal cases die we hebben bekeken. In die ruimte die Marie-Pauline net liet zien, hebben we gekeken naar een aantal cases. En, een van de eerste cases ging over een kokend water case. Een oudere dame heeft haar onderarm verbrand. En de verpleegkundige kan net niet goed genoeg zien of het nou een ernstige verbranding is, ja of nee. En heeft daarbij de hulp nodig van de medisch manager om die, die inschattingen te maken. Achtergrond hierbij is dat landelijk gezien blijkt dat in 20% van de brandwondengevallen er eigenlijk te vaak naar een brandwondencentrum wordt gereden, terwijl het eigenlijk niet nodig was en dat het eigenlijk op een andere manier had verholpen kunnen worden, bijvoorbeeld in een gewoon ziekenhuis. Dus het is belangrijk om een goede inschatting te maken en doe je die te hoog, ja, dan rij je onnodig naar zo'n specialistisch ziekenhuis toe. Dus het is dan toch van belang om even ruggespraak te houden met zo'n medisch manager en dan is het fijn dat je dat via een camerabeeld kan laten zien van zo ziet de brandwond eruit, wat zal je met deze patiënt doen? Nou, zo is een andere case, dat is de case vlam in de pan. Een slachtoffer hier op de stoel heeft lichte brandwonden, maar ook wat ademhalingsproblemen.
Nou, die brandwonden zijn dan niet zo erg, maar met die ademhalingsproblemen was niet helemaal helder. Is het nou ernstig genoeg of niet? Nou, daarvoor is dan even ondersteuning gewenst van zo'n medisch manager. Die dan even kan meekijken van, hey, zou er sprake van kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld hete lucht heeft ingeademd en dan aan de binnenzijde haar longen heeft verbrand. En de derde case die we hebben onderzocht is, hey, mevrouw is bij de explosie van een frituurpan onder een zwaar voorwerp terechtgekomen. Zou er wellicht inwendig letsel kunnen zijn, een inwendig trauma. En moet ze dus ook daarvoor speciaal behandeld worden. Zo zien we een aantal cases die ja, niet dagelijks voorkomen, maar wel regelmatig voor kunnen komen. Waarbij het toch fijn is als zo'n verpleegkundige de steun kan krijgen van iemand op afstand die dat dan beter kan beoordelen. Nou, hebben we uitgevoerd in de workshop en die resultaten hebben we vastgelegd met elkaar. En, maar ik wil eerst even laten zien hoe dat er dan uitziet. Hier zien we het rampscenario. We hebben een loterslachtoffer ingehuurd die voor ons alle situaties goed na kan spelen, kan zich goed inleven. We hebben een verpleegkundige en een chauffeur. De bemanning van een ambulance is aanwezig. De verpleegkundige is uitgerust met die videocamera waar Marie-Pauline het ook over heeft gehad. En naast die camera heeft hij ook, wat hij meestal bij zich heeft, een koppelapparaat om bijvoorbeeld de hartslag en de bloeddruk te meten. Maar ook in dit geval speciaal meegenomen een echoapparaat om voor het inwendig lensel te kunnen kijken of dat aan de hand zou kunnen zijn. En wat we in de workshop hebben gedaan is dat deze apparatuur stond in verbinding via een database netwerk met de medisch manager die op afstand mee kon kijken. En die kon dus heel mooi zien wat de verpleegkundige ook zag. Dus hier zie je inderdaad zijn hand met de echoapparaat, het beeld van de echoapparaat. En kan dus ook aanwijzingen geven, hey, je moet meer naar links, meer naar rechts, harder drukken, niet zo hard drukken. En op deze manier kon perfect ondersteuning worden gegeven op afstand richting de verpleegkundige. Nou, wat ik net al zei, hè, we hebben dit die middag uitgevoerd en alle resultaten hebben we vastgelegd in een rapport. Onderin op de slide zie je een link waar je het rapport ook kunt downloaden en zelf kunt nalezen. Nou, het was een hele goede sessie, maar uiteraard waren er natuurlijk ook een aantal zaken die, waarvan we geleerd hebben. En eigenlijk wil ik daar even op inzoomen van wat hebben we nu geleerd uit zo'n sessie hier met elkaar. Een van de dingen was, en heel essentieel is, dat je eigenlijk toch wel een hogere resolutie nodig hebt dan dat we op dat moment hadden gebruikt. Rechtsboven zie je een foto van de onderarm met een hoge resolutiecamera genomen, met een gewone huistuin- en keukencamera, maar wel een hoge resolutie. En onder zie je het beeld dat die medisch manager zag op de laptop. En dan zie je dat het toch niet goed is te zien, de details, de kleurdiepte. Dus dat is niet goed genoeg, dus we moeten daar naar een hogere resolutie toe. Maar die hogere resolutie hangt ook samen met de bandbreedte. En wij gebruikten 4G. Dat was op dat moment niet goed genoeg om die hoge resoluties te kunnen versturen. Dus ja, dat moet dan wel samen opgaan. Nou, verder hebben we gezien dat we een betere positie van de camera nodig hebben. En een betere stabiliteit. En ook de opnamehoek. Dus een iets grotere, een bredere kijkhoek voor de camera. Zodat de medisch manager net iets beter kan meekijken op afstand. Verder was het van belang dat het dashboard eigenlijk geïntegreerd gaat worden. Want nu moest de medisch manager telkens wisselen tussen drie verschillende dashboards. Dus en van de camera, en van de korpelsapparaat, en van de echo. Dus dat werkt niet fijn, dus je wilt het graag in één dashboard hebben, zodat je het makkelijk kunt overzien. En als laatste, werd ook al genoemd, het netwerk moet een stuk beter. We hebben meer bandbreedte nodig dan de huidige 4G om die videostreams te kunnen verwerken. Maar wat ook belangrijk is, dat je een goede netwerkdekking hebt. Bij de test bleken we toevalligerwijs op de rand van het bereik van de mast te zitten. Dus je kunt dan ook niet zo'n goede dekking ervaren. Maar dat is wel de praktijk. Dus we hebben ook geleerd dat je eigenlijk dat inzicht dat je dan hebt, dat je een minder goede dekking hebt, ook vooraf meegeeft aan zo'n verpleegkundige. Dat hij geen tijd verliest in het opzetten van een verbinding die niet goed is. En geeft de verpleegkundige ook alternatieven. Bijvoorbeeld bij een slechte dekking, bijvoorbeeld omdat je binnen moet of in een slechte omgeving. Geef hem alternatief, bijvoorbeeld verstuur dan een foto. Dan heb je geen livestream, maar je kunt wel een hoge resolutiefoto sturen naar de medisch manager. Dan kun je in ieder geval op basis van die foto een keuze maken. Nou, wat is er inmiddels gebeurd en wat gaan we doen? Inmiddels is het camerasysteem al verbeterd door onze partner RedSync. Het heeft nu een hogere resolutie, een betere kijkhoek. En het is ook al mogelijk om foto's te maken. Zowel met de camera rechtsboven als ook met de telefoon die hij bij zich draagt. Daarmee kan hij ook een foto maken. Het dashboard is inmiddels geïntegreerd en wordt aangeboden richting een medisch manager. En de medisch manager kan nu ook zelf kiezen om een foto te maken. Dat wat hij of zij ziet kan hij dus vastleggen en ook meteen in het medisch dossier plaatsen.
En wat we binnenkort gaan doen is ook testen met die nieuwe 5G-verbinding. Daarvoor hebben wij als 5 Groningen een indoor faciliteit waarbij we ook die hoge frequentie hebben, waarbij we die, ja, die hogere kwaliteit beelden kunnen versturen. En we maken daar gebruik van onze Hi5-platform en onze 5G as a service-platform, zoals Adrian ook heeft aangegeven, om dit soort diensten mogelijk te maken. En wat we ook gaan toepassen is wat heet slicing, waarmee je eigenlijk een virtueel eigen high-priority 5G-netwerk creëert, bijvoorbeeld alleen voor de ambulancediensten, zodat die geen last hebben van andere mensen die tegelijkertijd aan het filmpjes kijken zijn. Nou, wat dat slicing precies is, zal Lucia in de volgende presentatie uitleggen. Maar dat is iets wat we ook gaan testen in onze indoor-locatie. En tenslotte zullen we ook gaan kijken naar, ja, zijn er nog andere toepassingsmogelijkheden als je deze techniek toch in huis hebt, om het ambulancepersoneel te ondersteunen. En dan kun je denken aan wat dan heet beoordeling on the job. Kun je iemand op afstand mee laten kijken hoe een ambulanceverpleegkundige aan het werk gaat, zodat je hem ook kunt ondersteunen in een stuk feedbackgesprek, waarbij er iemand niet mee hoeft in de ambulance om dat te kunnen beoordelen. Nou, dus we hebben een aantal mogelijkheden nu al verkend en gaan we nog verder verkennen. Dit alles is eigenlijk mogelijk omdat we dat samenwerken in een project wat heet 15 Hart, ook al even kort door Marie-Paulien genoemd. Een groot Europees project wat we doen met 21 leden in 7 landen van Europa, op het kaartje heel goed te zien. En in ons geval, TNO werkt daar samen met Dinic, Philips, Redzinc en met partners als Ambulance Zorg Groningen, de EBG, 5 Groningen project, Vodafone Ziggo en Agentschap Telecom. Nou, veel meer over wat we doen in 15 Hart kun je vinden ook op de website van 15 Hart. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie en wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En wellicht zijn er vragen. Dankjewel Matthijs. Laten we eerst even beginnen met jouw eigen poll en daarna is er inderdaad ook een vraag uit het publiek die ik straks even zal stellen. Jouw vraag is, zie je voordelen van 5G voor de gezondheidszorg? Nou, daar willen we natuurlijk eerst eventjes het publieksreactie op hebben. En die zag ik even voorbij komen, maar ik ook weer gelijk verdwijnen. Ja. Oké. Okay. Nou, dat lijkt mij ook een redelijk unanieme reactie. Wil je daar nog iets over zeggen, Matthijs? Of ben je niet verrast door deze uitkomst? Nee, ik ben in die zin blij verrast. Het kan ook zijn dat mensen zeggen van, hey, ik geloof er helemaal niet in. Maar gelukkig hebben we allemaal mensen die het ook wel in geloven. Dus okay. Ja, ik ben blij om. Ja. Dan ga ik een paar vragen even behandelen met jou. Ik heb een vraag van Mark van der Poel. Hoe gaan jullie die hogere bandbreedtes en dekking die ze nodig hebben garanderen in de toekomst? Nog één keer. Ik luister even naar de vraag van Ellen. Ik moest even mijn scherm weghalen. Hoe gaan jullie die hogere bandbreedtes en dekking die ze nodig hebben garanderen in de toekomst? In ieder geval, 5G helpt in ieder geval bij die hogere throughput mogelijkheden. Dus dat gaat er komen. Dus aan die kant heb je het ook ter beschikking over een paar jaar. De garantie is heel moeilijk. En dat is ook de reden waarom ik zei van je moet ook kijken naar alternatieven. Mocht het nou zijn dat je niet zo'n goede dekking hebt door omstandigheden, zorg dan in ieder geval voor een fallback scenario. Dat je in ieder geval een hoge resolutie foto kunt versturen. Want dat kan bijna altijd wel. Dat duurt iets langer. Hè. Dan ben je misschien 20 seconden bezig. Maar heb je wel een hele hoge resolutie foto. Het alternatief is, daar kijken we ook nog naar. Kun je bijvoorbeeld met wat er heet een relay. Dus een soort versterker op de ambulance. Zorgen dat jouw verbinding versterkt wordt in de buurt van die ambulance. En dan hoef je niet alle personeel uit te rusten met sterkere telefoons, maar dan zorg je dat elke ambulance een soort versterker aan boord heeft, waardoor er lokaal een grotere dekking is. Iets wat nog niet beschikbaar is, maar dat is wel een van de mogelijkheden die je zou kunnen gaan verkennen met elkaar. Oké, okay. Helder antwoord. Dankjewel. En ook Mark, bedankt voor het stellen van deze vraag. Er is nog een vraag van Bert Klaasens over slicing, maar Lucia heeft al gezegd dat zij die in haar bijdrage gaat bespreken. Dus die laat ik dan even voor Lucia. Dankjewel Matthijs en dan gaan we verder met de volgende presentatie. Die wordt verzorgd door Lucia Dacunto. Zij is Senior Research Scientist bij TNO. En ze heeft de focus op 5G voor de media-industrie. Lucia gaat haar presentatie in het Engels doen, maar jullie kunnen je vragen gewoon in het Nederlands stellen. Lucia, the floor is yours. Hello, you hear me well? I hope so. Yes, very good. Thank you. Yes, so indeed, I'm going to give to you a bit of an overview of what 5G can mean for
the media industry, but it can be, let's say, applied to more industries. Among other things, in the work we did here, we made quite heavy use of slicing. That's why I think it's nicer if I cover that topic. And then if there are more questions from still from Bert or from other people, please let me know. Next slide, please. Basically in 5 Groningen, we have worked recently together with Camerize towards a use case that is media related, and it's about, semi-professional live streaming. But before we go into this particular media use case, I would like to give an overview of what we in general in TNO and in 5 Groningen are doing for what concerns 5G and the media domain in general. So if you could go to the next slide, I have an overview. So we focus on 3 main application areas for media. One is what we call holographic communication, but you can think of a kind of an enhanced way of video streaming where you actually would see the full representation of a person. And this use case requires high bandwidth and a high level of synchronization because you have to be able to interact. And this type of use case, given the type of requirement, is quite difficult to implement currently in the current internet and 4G as now. Other 2 use cases we work with are video broadcast. So basically, how can you broadcast video of TV quality, let's say, over mobile? And yeah, this use case has requirements that you need to have consistently high bandwidth because that's what people are used to for TV broadcasting. And then there is live video production, which is more, so while video broadcasting is actually sending the TV stream to the mobile users, live video production is more using mobile equipment to actually take and upload videos. And that's quite an interesting use case for many parties these days, because normally when you have big events and you want to capture live streams of them, you really need quite some heavy equipment. And in particular, these kind of big vans, maybe you saw them outside like the Amsterdam Arena, that are equipped with a satellite transmitter just to take live video. And it's very, it would be very desirable for these parties if they could use 5G for it. If 5G, because currently 4G doesn't offer the guarantees that they would need to such a good quality streams. So we, on these 3, three topics were also developed based on what type of question we have seen arriving from the industry. So for instance, for the holographic communication, we have the interest of KPN, but also another EU operator. Then the Meander Group is a recent connection that we have. It's a group, an organization that caters for the elderly. And you can imagine that now in a situation with a pandemic, it's very difficult to go visit the elderly in the elderly homes because there could be the risk of infecting them. So if they would have way of communicating with their loved ones in a more immersive way in which they feel they're together with them, that's very interesting for this organization. And then we also have in TNO some, normally we work together with international parties as well in European projects. And we have recently submitted 2 proposals for European projects. And one of them, the ITEA one, we also work together with ACMEA and KLM. For instance, KLM is interested in this use case as an upgrade of
touristic experience, because now people can travel less, and then KLM is looking at what other way can they offer similar experiences as traveling, but with holographic and immersive communication. For the video broadcast, we are working together with the NPO. We currently are looking at capabilities in 5G to provide 5G broadcast, so TV quality type of video delivery to mobile users. And for live video production, that's actually the use case that I'm going to be talking to you about today. And that's what we worked with together with Camerais. And we also have a European proposal pending acceptance where we want to further develop this concept. And in the next slide, there is a nice video of Martinus Mayborg, the founder of Camerais, who explains a bit his service and why he needed 5G capabilities. Camerais is a high-quality multi-camera live production platform using mobile phones. A director can open the control room from his laptop, see the incoming synchronized streams, and edit between them. Broadcast quality video always has been ahead of what mobile networks can handle. Any network improvement can instantly be filled up to the capacity limits with better quality, meaning higher resolutions and less compression. Broadcasters need reliable assessment of network conditions to determine the maximum amount of simultaneous cameras for a given resolution and bitrate settings. 5G can meet those requirements with network and radio slicing. Vodafone and Ericsson allowed us to measure stream behavior in their network. We had great reach while moving through the changing network in the city of Groningen. TNO provided their 5G core platform. It is equipped with the latest 5G technologies, such as network slicing. It can be adapted without interfering with commercial cellular services. That makes the platform suitable for proof of concepts like ours. Thanks to our 5 Groningen pilot, we were able to create models for automated equalizing of bit and quality within a group of streaming cameras. Camerais is a high quality. Yeah. So summarizing a bit what the problems were or the questions from Camerais were. So the first and most important question is, or the problem that they experienced so far is that when there is network congestion, then the bandwidth available to their video streaming platform fluctuates. So for instance, if you are at a concert or at another event and many people nowadays, you know, they are filming the concert or the event, and that means that there is less bandwidth available for the semi-professional users who are taking like video streams for broadcast usage. So this was the first issue that they had and which they wanted to have solved. Then another problem, it's more of a network management problem, is you saw that they had many camera feeds. They showed this control room where many camera feeds arrive. And then from these camera feeds, they select one that is then used for the broadcasting. And here the YouTube icon symbolizes the broadcasting. So what you have here is that the stream from all these cameras is going through the access network, through the backbone network, and up until the cloud, where then only one is selected to go further. So that's a bit of a waste of the network resources. And another problem is that when these semi-professional users are taking and uploading video, which may eventually even not, be discarded, they are using their data rate from their subscription. So this is not very attractive then for semi-professional users to contribute, because then they would have at the end of the day less of their data rates.
So these were the questions, and the way in which we proceeded was to together with Camerais, we worked together with Ericsson and Vodafone and TNO. Vodafone provided actually the radio access network that was used from the Camerais application, and Ericsson provided the base station, and in this base station they implemented what's called radio access network slicing, where they basically divided part of the Vodafone spectrum in two, in this case, one for the general Vodafone clients and another one for the Camerais clients or the Camerais users. And this base station was then redirecting the traffic of the Camerais users to the mobile core network of TNO. And in this mobile core network of TNO, we also implemented slicing, where we basically had an amount of network resources specifically dedicated for Camerais. But we also went a little bit further. If you could please click the next slide. So this is a bit of a technical picture, but let me explain you what we have here. It's a more technical view of the preceding slide. So on one hand, we have the Camerais applications, then we have the radio access network of Vodafone, and then we have the TNO core network. Within the TNO core network, we support several network slices, one of them being the Camerais slice. And it's not only about reserving network capacity for Camerais, but it's also about offering Camerais or other vertical users some processing functionalities within the operator core network as well. So for instance, that control room, which was mentioned by Martinez in his presentation, where all the camera feeds are collected for deciding which is actually being broadcasted, that can be placed in this core network. And then our core network is also equipped with an interface, which is in red here, API, towards third party, we call it. So for instance, towards a server in the cloud of Camerais in this case, which then Camerais or another vertical can use to request information. So information that can be requested is, for instance, please create a slice for me with these characteristics and features. So for instance, with this much bandwidth, I would like to have this much processing capacity, I would like to have my control room in your network, and this type of things, and can also be used to get information of how is the slice doing at this moment. Is it using full capacity or not? And this information is also useful in case, let's say, a party like Camerais needs to adjust what they are doing, like if they want to add new cameras or they want to decrease the number of cameras. So basically, by using network slicing, we are able to solve more or less the main problems which Camerais was having. So because they have a end-to-end network slice tailored for them, so they had slicing of the radio parts done by Ericsson, and they have slicing in the core network done by us, you know, then basically even if more people would be using the remaining part of the Vodafone network, that will not affect the amount of bandwidth that was reserved for Camerais. So basically then the bandwidth that they would receive wouldn't be fluctuate but be constant. Then by placing the control room in our network rather than far away in the cloud, we make sure that we don't waste bandwidth, because all the
incoming camera feeds are then filtered within the TNO core network, so they are actually never going out of the operator network in this case. And in the actual internet, only the selected stream for broadcast is being sent. And then another nice thing, it's more of a business thing about the costs, because now you can isolate the traffic of the camera's users within a slice. You know exactly who is using that slice, which means that for the usage of that slice, a party like cameras can have an agreement with the operator to say, look, when these users are using this slice, then don't take that bandwidth usage out of their own data rate, but I, as cameras or as a third party, will cover all those costs. And because, yeah, they are using a separate slice, it's quite easy to distinguish and account for how much bandwidth they were using. And then this is a nice video. It's a vlog of Vijf Groningen that shows a bit of the results of this research. Hey, hallo. Ik ben vandaag weer een keertje in het 5G-lab met een vlog. En dat is omdat wij vandaag een proof of concept gaan uittesten van Camrise. Camrise heeft samenwerking met TNO, techniek ontwikkeld in het TNO Core netwerk, waarin ze op nog een bestaande 4G-verbinding een slice hebben weten te creëren. En die slice houdt in dat een klein stukje, zeg maar de helft van de verbinding, speciaal gereserveerd is voor de Camrise-applicatie. Dit doen ze ook in samenwerking met het radionetwerk van Vodafone. En ik ben echt super benieuwd of deze proof of concept vandaag gaat lukken. En wat de eerste uitkomsten gaan zijn in voorbereiding voor de pilot, die vervolgens in het veld getest gaat worden in Delfzijl. Vandaag gaat Martinus daar ons meer over vertellen. En daarnaast mag ik ook nog even meerijden met een andere test die hij in samenwerking heeft gedaan met een afstudeerder van de Hanze Hogeschool. Maar hier komt dus camera nummer 3 en zo. En deze stiplijn hier, dat is de grens die wij hebben met de slice. Mm-hmm. En dan hebben we nog één camera te gaan, die komt nu. En tegelijkertijd begint de slice ook te werken, die andere. Ja. Kijk, hier gaat hij meer gas geven en dan zie je dat hij ons heel erg terugdrukt, precies op de grens. Dan zijn daar heel veel factoren op invloed op de bandbreedte. En een van de dingen wat we met mobiele telefoons natuurlijk veel doen is bewegen. Dus wat we nu aan het onderzoeken zijn is van als we door de stad rijden en we dan wordt zeg maar ons signaal van de ene zender naar de andere overgegeven. Ja. En we zijn aan het kijken wat voor invloed dat heeft op de kwaliteit. Okay. Nou, dat ligt een beetje in het verlengde van de beschikbare bandbreedte die we hebben. Want hoe beter we ons daaraan houden, des te stabieler het signaal wordt. Yes, and after the trial, there was also a nice press release on the Vodafone Ziggo website explaining a little bit what we have done. So, I mean, it's quite nice to be able to do something that where we can show, actually, even by using still a bit of 4G technology equipped with 5G concept, we can already show what the advantages are of using slicing. So I just wanted to show this here. And then I would like to give a bit of an overview of how we proceeded towards this use case. So on one hand,
With Five Groningen, we developed the technological foundation for 5G. Then, as I mentioned beforehand, we're also active in several European projects. In particular, we have run this European project that concluded last year called 5G in Fire, where we as TNO specifically focused on building network slices customized for the media industry. And then as a final addition, having the Camerize use case gave us, let's say, the ability to conclude the cycle of this research towards a real world pilot. Next slide, please. And I would like to give an overview of what are the directions where we are looking at right now. We are working on being able to support several slices concurrently, also having different requirements, like for instance the health slice from the previous presentation would have different type of requirements than a media. Then that goes well along with the idea of being able to support several vertical parties, so not only from parties from multiple parties from one vertical, but also multiple parties of different types of vertical with different requirements. And we are also looking at how can we enable slicing across several operators, because sometimes to deploy a service you don't just need one operator, but probably you would need several operators, or you would need to offer to your customers similar services independently from what is the 5G operator and the slice in that 5G operator that you are using. And with this, I think my talk is concluded. Thank you very much, Lucia, for this interesting presentation. We have a question from you to the audience. Let's first look off the reactions on that. It's a multiple choice in this case. And let's see if there are already answers coming in. Okay. It was only flash. Ja, nu zien we inderdaad een aantal antwoorden. En inderdaad, bij nummer 4 is toch, de meeste mensen zien het voordeel wel en zouden het ook wel willen gebruiken. Lucia, I have one question from one of the people in the audience. I assume that the question of Bert Claessens has been answered on the right way, but Jelle asks if slices can be allocated dynamically, and what he means is that if there is a slice available for, say, Camerize, but they do not use it at that moment, will the bandwidth then be allocated to other users from that slice or not? Yes, I think at the time when we did the Camerize pilot, we made it static for simplicity reasons, but we are definitely working at making things more dynamic. So dynamically create a new slice. So when a party asks, so in the matter of minutes, create a new slice. I think we are already there, but we are also working because handling this dynamicity is very appealing because you want to use that bandwidth for other purposes when it's not needed for a specific, in this case, Camerize slice. But it requires quite a good management of your resources. But definitely, it's one of our ambitions, and we are working towards that. Okay, thank you. Yeah, and I see that Remco Lichtens also answered this question with the same. So it's in the same manner as you replied. Thank you very much, Lucia. Thank you for answering this. And I would like to go to the final speaker, Evert van den Akker. Evert is a business developer with TNO, and he will come up with a kind of call to action to us. So Evert, please go ahead. En dat mag er in Nederland trouwens. Dankjewel, Peter. Ja, ik ben al in beeld, zie ik.
Oké, nou, na de presentaties over de technologie achter 5G en een aantal use cases die behoorlijk in detail zijn uitgewerkt, wou ik eventjes kijken van even aangeven wat de mogelijkheden zijn om samen met het 5 Groningen project en met TNO te kijken van wat dit nou voor jou kan betekenen als bedrijf. Next slide. Volgende slide, alsjeblieft. Eerst even kort over TNO. Nou, voor wie het nog niet weet, TNO is een onafhankelijke organisatie. Wij bestaan bij wet. We zijn een multidisciplinaire organisatie. Dat betekent dat we binnen onze organisatie verschillende expertise's in één bedrijf. En daarmee kunnen we ons heel flexibel inzetten in projecten om de juiste expertise beschikbaar te stellen. Nou, wij beschikken ook over een ecosysteem. Dat laten we al zien eigenlijk met het 5 Groningen project, waarin we samenwerken met commerciële bedrijven om dit soort technische oplossingen mogelijk te maken voor bedrijven en organisaties. Wat we verder nog kunnen bieden vanuit TNO is dat wij kennis over subsidies en kennis die ook buiten TNO beschikbaar is, kunnen combineren in mogelijke oplossingen. Wat we laten zien ook met het 5 Groningen project is dat wij thought leader zijn op het gebied van 5G. En waarin wij ver vooruit lopen op wat er in de markt gebeurt rondom 5G in allerlei toepassingen. Zowel technisch als voor bedrijven. Volgende slide, alsjeblieft. Nou, dan eventjes waarom zou je nou contact opnemen met TNO? We hebben laten zien dat we met technologie bezig zijn die zich op het randje van wat er commercieel beschikbaar is operationeel werkt. En daar kan je gebruik van maken als bedrijf voordat dit soort technologieën commercieel worden aangeboden. En dat is wat we in het 5 Groningen project ook doen. Door al dit soort projecten hebben wij ervaring die het mogelijk maakt om die kennis en die partners in te zetten in consortia van projecten of gewoon een op een contract research om met dit soort technologieën aan de slag te gaan. Wat ik net al vertelde, hebben wij kennis van allerlei subsidiemiddelen die er zijn, zowel nationaal, regionaal of zelfs soms Europees, om te participeren in Europese projecten. Ja, dat is eigenlijk een open innovatieomgeving die wij aanbieden om met dit soort nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Dat is wat ik wat mij betreft wilde vertellen. Dan was er ook nog een poll. Nou ja, we hadden nog een hele mooie afsluitingsslide. Ik weet niet, Ellen, is er nu eerst de vraag die we voorzetten of kunnen we... Nee, ik denk dat de poll nog niet klaar stond, dus ik denk dat hij er zo aankomt. Oké, zullen we dan aan het publiek zijn, Peter? Er is inderdaad nog een nagekomen vraag uit het publiek. Ik denk alleen dat die meer betrekking heeft op de presentatie van Lucia. Dus ik zou willen voorstellen anders om, ook gezien de tijd, om nu over te gaan tot de vragen die... Oh, kijk, daar is toch nog de poll. Laten we die eerst even doen, Jan. En dat is eigenlijk even van, hoe is ons publiek samengesteld? Wat voor soort achtergrond heb je? Dus het zou leuk zijn als iedereen daar nog even op wil reageren. Oké. Deze uitkomst doet mij vermoeden dat wij in de poll de categorieën die we zelf hadden bedacht niet helemaal de lading dekken met het publiek wat we in de zaal hebben. Dus goed om te weten. Misschien extra goed om het onderzoek van de studenten straks voor de volgende masterclass nog eens eventjes hierop ook te laten bevragen. Iedereen kan meekijken en ziet inderdaad dat toch 28 mensen wel eens in een andere categorie zitten dan hier uitgevraagd is. Het voert te ver om te zeggen welke categorie dan wel. Maar het is voor ons wel interessant om dit vast te stellen. En voor jullie waarschijnlijk ook. Ik wil nog even teruggaan naar een algemene vraag. En ik stel voor dat we gewoon even alle sprekers in beeld krijgen.
Bert Klaassen had aanvullend op zijn eerdere vraag toch nog een opmerking. En daar is ook al een stukje chat over gaande. Bert wilde weten of het wel nodig is om voor ambulance een aparte slice te hebben, of dat je met een zogenaamd premium VLAN zou kunnen volstaan. En dan zie ik dat Remco Litjens daar ook al op reageert. Lucia die zegt van, ja, wat Remco zegt is inderdaad correct. Slice is flexibeler en biedt ook meer gegarandeerde bandbreedte aan. Lucia, wil je daar nog iets aan toevoegen? Hallo, horen jullie mij? Ja. Misschien dat de video neemt een stukje langer of niet. Maar ja, inderdaad. Ik denk dat slicing flexibeler is. Maar dan heeft ook de potentie om meer customized te zijn naar de vragen van de derde partij. En VLAN is meer, denk ik, algemeen. Maar met een slice, dan kun je wel afstemmen wat jij wil in zo'n slice. Wie je ook processing capaciteit bijvoorbeeld en hoeveel en waar, dat deze zijn extra features die via slicing dan beschikbaar worden. Oké, duidelijk. Nou, ik zie dat Liupko, een van de TNO-collega's, ook nog even in de chat kort gereageerd heeft en zegt van, als je kijkt naar de definitie van een VLAN, dan zie je eigenlijk heel kort op de bocht dat het een soort slice is die je dan aanvraagt via een mobiel netwerk van een operator. Dus het lijkt, qua functionaliteit lijkt het op elkaar. Alleen een slice moet je echt via de operator van een mobiele netwerk ook aangevraagd en ook verkregen hebben. Goed zo. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn vanuit het publiek aan de sprekers of misschien in het algemeen over 5G. Want mind you, er zit hier heel wat verenigde kennis van TNO aan tafel over 5G. Dus grijp je kans, zou ik zeggen. Nou, ik zie geen andere dingen meer binnenkomen. Dan wil ik eigenlijk toegaan naar de afronding. Ik wil jullie attenderen op een volgende, nou, het is niet echt een masterclass, maar een kennissessie die we gaan houden op 15 december. Die wordt specifiek ingezet voor met name de agrarische sector. En daarin laten we zien wat een aantal deelnemers aan pilots in de landbouw ook zelf aan ervaringen heeft met de inzet van onder andere drones, satellietdata en ook sensoren bij het groeien en kweken van pootaardappelen. We richten ons daarbij vooral op mensen die in het agrarisch domein werkzaam zijn, maar iedereen die interesse heeft in dit onderwerp is ook welkom. Dus 15 december, er volgt nog meer informatie over in onze gebruikelijke kanalen. Nou wil ik in ieder geval de sprekers van TNO hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze masterclass. En ik wil ook daarbij bedanken de Hanze Hogeschool voor de faciliteren, in het bijzonder Ellen van Hegelsom, Arnold Zijlstra van de Rug, die dit ook mede mogelijk heeft gemaakt, TNO en natuurlijk Economic Board Groningen als houder van het programma 5 Groningen. En natuurlijk het publiek voor jullie aanwezigheid. Dank voor de bijdrage en de deelname aan deze mooie masterclass en tot de volgende keer. Tot ziens.